Ik ben de voorzitter van het bestuur van de nieuwe Stichting Mens. En daar zijn we hier voor, hè, voor die Stichting Mens. Ik heet u van harte welkom. En ik vind het geweldig dat er zo'n grote groep mensen hier naartoe is gekomen. Dat is geweldig. Wij hopen natuurlijk als Stichting Mens u iets te kunnen bieden. Nou, dat gaan we straks zien. Het is ook vreselijk belangrijk voor ons, hè, om met u in contact te komen. Dus dat is hartstikke goed dat we hier zijn. Goed, inderdaad, voorzitter van het bestuur van de Stichting Mens, dat ben ik dus. En wij doen dat tot nu toe, hè, we staan eigenlijk pas een paar maanden, als bestuur en als stichting met z'n drieën. En behalve ikzelf als voorzitter zijn dat Casper de Jong en Kees Floor. Misschien, Casper, Kees, kunt u even je hand opsteken? Okay. Wij zijn het dus. Wij zijn het dus, als bestuur. Nee, die meneer niet. Die mag niet meedoen. En ik heb nog één zakelijke mededeling voordat ik het woord geef aan de volgende spreker. Nog één zakelijke mededeling en dat is dat we met z'n drieën zijn, maar dat we met z'n vijven verder willen gaan in de komende jaren. En dat betekent dus dat er twee vacatures zijn. En u heeft misschien de advertentie in de krant zien staan. En bij deze de oproep aan jullie allemaal. Om of zelf te reageren of andere mensen te attenderen op deze vacatures. Hè? Want we vinden het verschrikkelijk belangrijk. En in die advertentie kunt u zien wat we ongeveer zoeken. Wij vinden het verschrikkelijk belangrijk dat we straks met z'n vijven zijn. En met z'n vijven als bestuur aan de Stichting Mens mee kunnen helpen bouwen. Oké, nou het programma voor vandaag is heel simpel. Evelien, ik geef aan jou het woord als onze nieuwe directeur, Evelien Ribbens. En na jou, Evelien, zal de wethouder, Mietendorf, zal ook het woord voeren. En daarna is er, Evelien, als ik het goed begrijp, nog goed. Ik denk dat dat in Utrecht eerlijk gezegd niet gelukt zou zijn bij zoiets. Dus geweldig. Wat ik wil zeggen, we leven, dat weten we leven in de tijd van de bekende term eigen kracht. Mensen moeten langer thuis wonen, welzijn nieuwe stijl. Dat betekent dat er meer op initiatieven van burgers gebouwd wordt. Die tijd betekent wat Stichting Mens, en ik denk ook, verbeter me als ik voor mijn beurt praat, voor de gemeente zeker niet, dat we denken, zoek het maar uit en we zien wel waar het schip staat. Integendeel, om zo'n maatschappij te hebben, om die mogelijkheden te hebben om meer zelf te doen, heb je een sterk sociale samenhang nodig in het dorp. Nou, de missie van Stichting Mens is precies dat. Wij streven naar een dorp waar mensen elkaar kennen, waar mensen elkaar kunnen opvangen, waar mensen met weten waar ze terecht kunnen. Dus de sterke sociale samenhang, dat is de missie. En hoe doen we dat nou? We doen dat als partner van de gemeente. Alleen Raf Hiers, de huisarts, ja, die hebben nooit tijd, dus die moet altijd snel. Nee, laat mij gewoon mijn verhaal doen. En ik probeer u even mee te nemen, iets breder, van waarom we dit allemaal gedaan hebben en wat er allemaal zo'n beetje aan vooraf ging. En daar kan ik echt wel 2 uur over spreken, hoor. Als ik dat hele proces, alles wat er in dat hele proces, voordat deze stichting er was, allemaal gepasseerd is, daar kan ik echt een avondvol programma van maken. Maar even terug. En dan gaan we terug naar 2006. En een aantal van u was daarbij aanwezig. Toen hebben wij, er kwam een nieuw college, de wet maatschappelijke ondersteuning kwam toen eraan. Dat was aangekondigd. En in december van 2006 is er een grote bijeenkomst geweest in Havittencentrum, waar allerlei organisaties voor waren uitgenodigd. Een tafel van de jongerenwerkende buurtcoaches en een tafel van de mensen van de adviseursparticipatie. Maar dat wordt hem niet. Nou, kunt u ons herkennen aan onze kleurencombinatie? Allemaal zwart-rood. Zal ik hem achterkant staan? Ja. Oh, jij valt al. Ik heb nog even bij gaan staan. Dankjewel, Evelien.